Ja, ja. We zijn weer aan het wandelen. In Petten. Zaterdag. Wat is het? 22 februari. 20. Nee, 22. Ik ben al... Nee, het is veel later hoor. 26 februari, dat moet het wezen. Hoe komt het nou? 22 februari. Ja, ik heb iets van die datum gelezen op Twitter vanmorgen. Het is zaterdag 26 februari 2022. Ja. 2 maanden geleden had ik hier moeten lopen. Dan had ik hier kunnen rennen. Dat was toen de planning. Na een week rust en een week ervoor in de Oostvaardersplassen te hebben gelopen. Maar ja, de reden is bekend. Netvliesverzwarting, hoge operatie. Voorlopig even niet hardlopen, maar wel weer wandelen. En wat grondoefeningen doen. Ik heb dat donderdag even niet gedaan, was ik een beetje te moe voor, vanwege het werk. En dus ga ik maar wandelen. Ik moet toch in beweging blijven. Het is ook in tegenstelling tot de afgelopen weken. Mooi weer. Veelal mooi weer. Nou, ik wil zeggen. Even kijken hoor. Vorige week zondag was dat geloof ik. Toen liep ik. Oh nee, was niet vorige week zondag. Was een week ervoor. Toen liep ik. Namelijk op Purmerend, richting Ulpendam. Toen was het ook een beetje zoeks weer, maar toen was het wel heel erg winderig. En dat is het nu niet. Dus, ja, het is nou mooi. Het is wel een beetje fris, koud. Ja, koud. Inderdaad, meer koud dan fris. Zo zo'n winter hoort te zijn. Vannacht heb ik een beetje gevroren. En nu is het gewoon een aantal graden boven nul. Bijna 10 graden geloof ik. Ja, dat is heerlijk. Ja, ik zou zeggen, volg de vlog. Dan zie je waar ik naartoe ga. Nou ja, en dan zul je misschien denken, waarom wandel je nu op zaterdag? Want dat doe je toch meestal op zondag? Dat heeft een reden. Mijn broer, die zit in Oostenrijk. En dan zou je zeggen, ja, mijn broer zit in Oostenrijk. Wat de fuck is dat? Wat de fuck heb je daarmee te maken dat je hebt zaterdag gewandeld? Nou, heel simpel. Hij heeft 2 huisdieren. 1 hond en 1 kat. De hond zit in het hondenhotel. En de kat, die logeert bij mij. En die, ja, die wordt morgen opgehaald. Want rondom deze tijd vertrekt mijn broer weer naar Nederland met zijn gezin. En die kat wordt morgenmiddag opgehaald. En ja, dan moet ik wel thuis wezen natuurlijk. Trouwens, op zondag ga ik veel vroeger aan de wandel dan op zaterdag. Dat heeft het verleden wel bewezen. Ik ging het verleden wel eens hardlopen op zaterdag. Dat was meestal zaterdagmiddag rond 1 uur of 4. Soms ook wel eens tegen de avond dat ik in het donker hardliep. In de schemer. Maar meestal doe ik mijn activiteit op zondag. Lekker rustig, lekker vroeg. Nou, nu is het ook wel op zich rustig hoor. Alhoewel, ik moest wel eventjes kijken voor een parkeerplaatsje. Dat wel. Maar ja, iedereen trekt er nu op uit, omdat het nu mooi weer is. En ja, alle COVID-19 maatregelen zijn er ook zo goed als eraf. Alleen voor het openbaar vervoer geloof ik nog niet. Dan moet je nog een mondmasker dragen. Maar in winkels, terrassen, of in cafés bedoel ik, niet op terrassen, maar in cafés. Dus toch anders hoef je geen mondmasker meer te dragen als je naar de wc moet ofzo. Dus ja,
Ja, het blijft een sociaal medisch experiment, hè. Het virus is nog niet weg. Dat waart nog steeds rond. Zo. Goed, ik ben 1 keer besmet geweest, 1 keer gevaccineerd en 1 keer geboosterd. Dus ik ben in ieder geval beschermd tegen een ziekenhuisopname. 100% bescherming tegen besmetting, dat is helaas nog niet mogelijk. Dus ik kan nog steeds besmet raken. Dus ben ik ook wel besmet geweest, asymptomatisch geweest, hè. Oh ja, wanneer ga je laten testen als je klachten hebt? Ik heb niet echt klachten gehad. En ik weet wat de klachten zijn. Enorme hoesbuien. Enorme niesbuien. Een flinke loopneus. Nou, ik heb wel last van een vieze neus. Dat is chronisch bij mij. Daar ben ik ook voor behandeld toen ik een jaar of 15 was. In een ziekenhuis. Een KNO-chirurg. Dus dat, ja, dan merk je toch van dat is het probleem dan niet. Nou goed, ik hou me wel, ik heb me altijd keurig netjes aan die maatregelen gehouden. Om mezelf en anderen te beschermen. Ja, ik ben niet alleen hier. Dat is een ding wat zeker is, dat zagen we er net al. Zo, de lucht is niet helemaal blauw. Af en toe wat plukjes wolken. Ja. Nu loop ik nog hier. Waar wandel ik over een jaar? Ergens in Brabant, Noord-Limburg, Maasduinen, Drunense duinen, Loonse Drunense duinen, Stabenrechtse heide, Stiphoutse heide. Nou, ik weet wel dat daar mooie plekjes zijn. Ik ben vroeger ook was op vakantie geweest in Lijfsgestel. Epen op de Veluwe, maar ja, dat is wel een stuk verder weg van waar ik kom te werken. Ja, dat waren mooie tijden. Toen was pa er ook nog bij. 1985 was het, geloof ik. Ik zou dat eens in die fotoboeken moeten opzoeken, want ik ben van plan die foto's allemaal te gaan scannen. Maar dan moet ik echt even een beetje tijd voor vrijmaken. Vakantiedagen opnemen. Ja, er komt nog een drukke tijd aan, hoor. Je moet natuurlijk je huis verkopen. Binnenkort zijn er ook nog bezichtigingen en ik moet ook naar het zuiden toe voor bezichtigingen te doen, om daar bezichtigingen te bekijken. Het huis te bezichtigen, laat ik het zo zeggen, dat is beter Nederlands. Dus dat zit er nog allemaal aan te komen.
Goedemiddag. Ja, dan wordt naar de kust toe rijden. Dat wordt een heel ander verhaal. Dat kan op zich wel, maar je bent langer onderweg. En nu ben ik ongeveer 50 minuten onderweg en dan is het helemaal niet druk. En als het dan druk is, meestal rond de ring van Alkmaar, dan is het wel een uur dat ik onderweg ben. Maar als je dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, vanuit Schijndel of Sint-Oedenrode, als ik daar ergens ga wonen en ik ga dan naar de kust toe, ja, dan zal ik ergens naar Goewij-Overflakkee moeten gaan of naar Oostvoorne, Voorne-Putten. Ja, Oostvoorne ligt op Voorne-Putten. Daar zal ik dan naartoe moeten gaan rijden om daar via de bos en de duinen naar de zee toe te gaan. Dan zit je onder de rook van Rotterdam. En dat weet ik omdat ik daar in Twitterkennis heb wonen. Die ken ik via social media. Die ken ik helaas nog niet persoonlijk. Lijkt me wel een aardige vent. Maar goed, het zijn allemaal dingen voor de toekomst. Ik zit er wel over na te denken. Zo. Ja, wat je niet hoort is dat ik muziek op heb. Ik heb gewoon mijn oortjes mee. Earpods met bedrading. Dus ik kan gewoon muziek draaien terwijl ik aan het filmen ben. Dat horen jullie toch niet. Dat is maar goed ook natuurlijk, want anders moet ik krijg ik te maken met auteursrechten claimen waar ik het al eerder over heb gehad. Zo, is hier een meer ontstaan. Heb ik nou iets gemist de afgelopen tijd? In eerdere vlogs? Of is het er pas? Dan zou ik even thuis moeten kijken als ik daar tijd en zin in heb. Ik denk dat het gewoon ontstaan is door veel regen die is gevallen. Het is net zo'n meertje zoals bij Bergen. Als ik de aalvanger weg. Als ik daar mijn auto geparkeerd heb en ik ga naar Bergen aan zee lopen, dan kom je ook van die meertjes tegen. Langs de Herenweg. Hoi. Wat zeg je, is dat nou een hardloper? Niet dus. Maar u draait. Hallo. Ja. Ja. Dat is wel erg drassig. Nou, ik neem aan dat de storm hier ook wel flink op huis gehouden en schade aangericht. Daar kan je gewoon van uitgaan, want... Want als het binnenland windkracht 9, windkracht 10 was, vorige week, dan was het hier zeker wel windkracht 11, minstens. Ja.
lekker lopen. Als ik nou die netvlies nog eens water niet had gehad, had ik hier lekker gewoon gerend. Ergens eind december. Had ik gewoon op vakantie kunnen gaan naar Oostenrijk, maar ja, helaas. Het lot beslist anders. En dan moet je het toch in schikken. Maar ja, goed, ik ben lekker in beweging. Een bord aan met gevaar voor hobbels. En dan weten dat ik hier al meer dan 50 jaar kom, vanaf mijn geboorte. Dan zou je denken van wat heb je ermee te maken? Nou, die hobbels, daar gaan we nu overheen. Hele grote hobbels voor Nederlandse begrippen. Voor Oostenrijkse begrippen pukkeltjes. Nou, goede uithoudingstraining. Training op uithoudingsvermogen. Wel een daar gevaar voor hobbels. Goedendag. Nou, het bekende recept. Als we die kant op lopen, gaan we via Sint Maartenzee, de strandopgang, gaan we het strand op. Richting de Hondsbosszeewering. Hardlopen doe ik daar ongeveer een, nou wat is het, 40 minuutjes over. Ik schat, dan loop ik ongeveer zo'n 9,5 kilometer per uur. Nou, nu loop ik zo'n 4,5 kilometer per uur. Dus dan is het ongeveer 125 minuten. 1 uur en 25 minuten bedoel ik. 85 minuten, schat ik. Nou, en dan komt er nog één stevige puist direct aan, die ik ook wat de Mont Blanc noem. Tandem.
En daar nog eentje. Hoi. Hoi. Zo. Wordt omgegroet door de kleine kinderen. Nou, dit is een klein puisje. Er lopen vrouw en vader overheen. Ja, als je je inspant, dat moet ik wel zeggen, dan kun je in bepaalde mate, naarmate die inspanning zwaarder wordt, kun ik nog last krijgen van oogpijn. Ja, dat heeft allemaal met het herstel te maken, dat linker oog wat is aangedaan. Dus als ik inderdaad nu ga hardlopen, ja, dan forceer ik dus duidelijk wel iets waardoor het herstel onderbroken wordt. Dus vandaar dat ik toch maar de adviezen van de oogartsen in Amstelveen en in Purmerend gaan opvolgen. En voorlopig maar even nog niet te gaan rennen. Maar gewoon lekker te wandelen. Ook een lekker tijdverdrijf. Lekker op blote voeten. Met die kou. Mij niet gezien. Nou, daar komt hij. De Mont Blanc, daar ook. Helemaal. Het toppie. Daar is de top. Die, wat is het, fietsers of zo ziet. Het is een wandelaar. Zie het al, hij heeft een hond volgens mij bij zich. En daar lopen ook wandelaars met een hond.
Ja. Het zou nog moeilijk te zijn als fietsers voorbij fietsen. Dat het moeilijk is om te bellen. Zoals we een dingetje hebben. Ja. Nou, die zijn allemaal geveld, denk ik, door de storm. Die boompjes hier. Nou, de laatste klim. Die kan ik wel de Mont Blanc doen. Daar waren we al mee bezig, daar ergens verderop begon hij al. Met het omhoog en dan weer naar beneden en dan weer omhoog en naar beneden gaan, wat langzaam vals plat omhoog ging. Nou, het is zwaar hoor. Het is maar een klein stukje, maar die ga je voelen. Wist me luk, zou ik zeggen. Bij het klimmen van dit laatste klimmetje. Ik voel geen oogpijn. Ja, ik voel wel wat, maar het is niet echt pijn te noemen. Beetje irritatie of zo. Hoppakee. Nou. Overleefd, zullen we zeggen. Ik weet nog wel dat ik nog last had van de restverschijnselen van COVID. Was ik blij dat ik boven was. En nu denk ik van nou, niks aan de hand. Het is ook een kwestie van een beetje testen, hè. Als je denkt dat lukt niet, ja, dan moet je even iets anders verzinnen. Even van het pad aflopen. Een minder steil stuk dan in de duinen proberen te nemen. Een stukje omhoog. Maar dat heb je ook in Bergen. De Herenweg. En ook langs de zeeweg. Goedemiddag. Hallo. Hallo.
Zo. Ja, die hekjes heb je ook in Oostenrijk. Dat heb je wel op de vlog kunnen zien. De vakantie in Oostenrijk. In september vorig jaar. Nou. We zijn bijna op de helft. Dan ga ik even wat water drinken. Want ik heb een klein beetje dorst gekregen. Ook al is het niet zo warm. Sterker nog, het is gewoon winterkoud. Je doet toch een bepaalde inspanning. Dus dan moet je nog even wat drinken. Bij de strandopgang gaan we dat even doen. Dan moet ik pissen. Ja, ik moet wel een beetje pissen, ja. Dus ik denk dat ik eventjes het strandpaviljoen daar verderop eventjes de camera uitzet. Ik even gaan plassen. Als het open is. Anders moet ik het anders verzinnen. Ja, die is meestal wel open hoor. Je weet het nooit natuurlijk. Die hoorde ik aankomen. En die belde niet, maar je hoorde ze wel. Nog een kindje. Het zijn dezelfde twee tandems volgens mij. Die eerst die kant op gingen. Misschien zijn ze verkeerd gereden. Ik ken ook nog. Als ze nu rechtsomkeerd zijn gegaan. Als het mooi weer is, gaan mensen niet alleen wandelen, dan gaan ze ook hardlopen, dan gaan ze fietsen en dan gaan ze wielrennen. En wij gaan die kant op, daar. En daar helemaal achter de duin, daar zit het strandpaviljoen. Dan zijn we ongeveer op de helft. Nou, nu nog niet, maar daar op het strand wel, dat weet ik zeker. Het rondje wat ik normaal loop, hardloop. Dat is helemaal vanaf het begin van het bos waar ik begonnen ben met deze opname. Tot aan het einde van het strand waar ik de betonplaat op ga. Dat is dan voor mij de finish. Dat is ongeveer 5,9 kilometer. En dan is het nog dik 1,5 kilometer wandelen naar de auto. Bijna 2 kilometer denk ik. Dus deze wandelroute is sowieso groter dan 5,9 kilometer. Dus ik denk dat we ongeveer 1,5 uur over doen, wat ik al net zei. Als ik even kijken hoeveel tijd er al op zit. Als ik even ga pissen. Ja, ik moet echt plassen hoor. Ja, als je weet waar de gelegenheden zijn, is dat niet zo'n groot probleem.
Als je dat niet weet, ja, dan ben je aan het zoeken. Zo, dan moeten we een klein beetje klimmen. Zo. Nou, we gaan hier even plassen. Tot zo. Nou, hier zijn we geëindigd. Dus gaan we hier weer beginnen. Gepist. Handjes gewassen. Geen zuip kunnen vinden en ook geen... handdoek, maar goed, ondanks dat gaat er ook vanzelf wel in de zon. Nou, we gaan het strand op, richting de vloedlijn, ongeveer in de buurt. Nou. Het is al wat schokkerig. We moeten daarheen. We gaan naar de vloedlijn daar lopen eerst. Zaterdagmiddag, 26 februari 2022. Hier ongeveer naar links. Hartstikke idee. Nou, ik denk dat dat water vorige week wel daar ergens geëindigd is. Dat is een storm. Wat ik op televisie en op internet gezien heb. Tenminste, in andere delen van Nederland langs het strand. Nou, we gaan lekker lopen. Misschien dit wel. Nou.
Ik denk dat we daar ergens verderop zijn, dat we ongeveer op de helft zitten. Ik heb niet eens gekeken. Ik zie het wel, maar wel hoeveel ik gelopen heb. Ik heb er ongeveer anderhalf uur vooruit getrokken. Het is heel niet. Zonnetje erop, genieten. Gootje lijkt het wel. Ja, niet hoe diep het is, maar ja, dat is een goot. Ik moet er voor mij lopen. Dat is een nadeel van de strand, hè? Er kunnen geulen ontstaan met zandplaten. Dat loop ik gewoon over zo. Ik heb een beetje overzicht. Kijk, hier is het gewoon grond. Dan kan ik weer daarheen. Als ik daar in zo'n gat loop, dan kan weer zo'n schok veroorzaken. Voor mijn ogen. Ja, dat is echt waar, serieus. Je ziet daar dat het gewoon wat dieper is. Dus daar moet je een beetje op bedacht zijn. Daar verderop ook weer. Weer een goot daar ook. Weer ergens omheen, voorzichtig omheen lopen. Alhoewel, als ik die vogel daar zie, dan schijnt het wel mooi mee te vallen. We gaan even kijken. Misschien valt het mee. Misschien. Blijf het volgen, zou ik zeggen. Blijf kijken. Spannend.
Ja, dat is waar. Dan wordt het serieus even nat. Nou, dat komen we weer terug. Klein beetje linkervoet. Groot deel rechtervoet. Ja, we zijn nog een stukje verwijderd van het zandpavillon. Een beetje zingen tussendoor. Ja. Nou, daar verderop gaan we naar links toe. Voor die bergen. Dan gaan we de strandopgang weer op van Petter. En dan gaan we richting de auto. Weer zo'n gauw. Ja, dat is wel diep hoor. Dan moeten we even langs lopen. Want dit is zo'n standplaat waar die meeuwen op bivakeren. Dat is zo'n serieus gauw dit. Gezien de nattigheid van het strand, heeft het water ongeveer daar gelegen toen het stormde. Ja, dat is een flink end hoor. Zo'n dik 100 meter, denk ik. Ja, overdrijf ik niet. Dit lijkt me nog wel een beetje diep. Hier ook. Even kijken hoe de mensen die gaan nu oversteken. Nou, valt mee. Dus dan kan ik het ook. Even kijken. Ja, gaat. Voor degene die het niet weten, ben je bang voor water? Nee, zeker niet. Allemaal met een oog te maken. Als je een schok krijgt, zie je dat gewoon. Voel je dat ook.
voel je door je hele lichaam. Dus ook bij het netvlies van je ogen. En mijn rechteroog is gelaserd. Precies. Dat staat als muur vast. Mijn linkeroog is geopereerd. Dan staat het vast, maar niet muurvast nog. En dat is wel de bedoeling. Dat we weer allemaal muurvast ontstaan. Ja, je kan het allemaal opzoeken op internet, joh. Netvliesloslating, operatie, netvlies, dergelijke. Vind je het allemaal op terug? Wat het allemaal inhoudt, welke restricties je moet houden om het herstel te bespoedigen. Het is eigenlijk een soort lockdown waar je in zit. Begin quarantaine, later een soort lockdown, light. Je kunt bepaalde kleine dingetjes even niet doen voor een tijdje. En we lopen nog steeds over het zand hier. Schitterend weer. Niks te klagen. Ja. Goed.
Nou, weer een grootje. Dit is een kleintje. Die lost ook daarop. Even kijken hoor. Het zou van de lijn lopen, maar ik denk dat hij gewoon hartstikke ondiep is. Dat je gewoon door kan lopen. Even kijken. Ja, precies. Ik ga zo doorlopen. Geen schokje. Wel af en toe wat flitsen. Als ik mijn ogen knipper. Dat is normaal. En weer een klein geultje. Een beetje water. Ja, is goed. Er gebeurt niks. Had ik wel even goed kijken en waakzaam wezen. Hier een grote dardo. Ja, ja. Zand volgens mij. Zover ik kan overzien tenminste. Ja, is nat zand. Is een nat zand. Dus ga ik doorlopen. Loosgevaar. Dit is een soort zandplaat, een eilandje. Hier ook. Dus gaan we hier gewoon langslopen, want ik denk dat dit dieper is. Hier ook. Daar heb ik zo'n vermoeden van. Alhoewel, als ik die zee zo, nee, toch niet. Valt daar allemaal mee. Kleine koudjes. Dus daar naartoe lopen. Nou, we zijn bijna aan het einde. Even kijken hoor. Sorry. Ja, nog een stukje doorlopen. Water heen.
Ja. Even. Oeh, dat is een beetje te diep. Zo. Hoppa. Nou. Ergens daar gaan we naar links toe. Dat is daar. Ergens. Even kijken. Ja, we moeten op een gegeven moment naar links. Dat is daar. Ja hoor. Ja, we gaan hier naar links. Kijk. Dit is een beetje zwaar, dit. Noord-Mullenzand heen. Maar ja, dat weet je. Ja, dit is een zwaar gedeelte, dus dan gaan we weer het achterland in. Maar als je wandelt valt het op zich wel mee, want ik kan nog praten, dus hardlopen is het wel wat anders. Echt wel. Ja hoor. Hoppa. En dan gaan we hier
naar boven toe. Rechtsaf. Ja, een beetje schuin. Vals plat omhoog gaat het. En dan gaan we hier naar links. Nou, eerst naar beneden en dan weer daar vals plat omhoog. Ja. Nou, daar door de duinen hebben we gelopen. Dat kun je zo zien. Want je ziet ook daar die ECN-reactor. Daar zijn we langs gelopen. Nou. Zo.
spelende kinderen allemaal. Ja. Ja, ik had het aan het begin van de vlog over dat ik hier zou rennen. Dat is al 2 maanden geleden, dat is ook waar. Ik zou een week daarna gaan rennen. Dat was, was in de planning voor de eerste week van dit jaar. Om Robbenoordbos West te gaan lopen. Hardlopen. En daarna in Purmerend. Nou, die van Purmerend ga ik cancelen met wandelen. Dan moet ik even kijken waar ik dan ga wandelen. En volgende week dus, het zal waarschijnlijk zondag wezen, weet ik wel zeker, Robbenoordbos West. 2 rondjes van ongeveer ieder per rondje 2,5 kilometer, dus 5 kilometer ongeveer. En we gaan hier naar links. Ze hebben een oude slagboom weggehaald, zie ik. Een slagboom van meer dan 50 jaar oud, misschien wel 60 jaar oud. Dat is een gloednieuwe slagboom. Kijk maar. De oude slagboom hebben ze weggehaald. Dat was een houten. Zolang als ik hier om kom, vanaf 1970, stond die slagboom er tot. Nou, misschien afgelopen najaar. Ja, ja, het was al aardig aan het verouderen, laat ik het zo zeggen, die slagboom. Dus het was een kwestie van tijd wanneer zou worden vervangen. Dus nu dus, nou nu dus, misschien een paar weken, maanden geleden. Want ik kan me herinneren afgelopen zomer dat ik hier was. Om hier op het strand te gaan recreëren of te gaan hardlopen in dit geval, of wandelen. Toen was die slagboom er nog. Volgens mij was het ergens eind augustus of zo, begin september, vlak voordat ik naar Oostenrijk toe ging. Ja. Zo te zien gaan ze hier achter vakantiehuisjes bouwen. Want dit is een camping. Hier ook. Allemaal vakantiehuisjes. Nou, we hadden het einde. We gaan hier naar rechts toe. Normaal gesproken is het na het hardlopen altijd mijn uitlooprondje.
rustig wandelen, dribbelen. Ja, ik heb het al gezegd, hè. Situaties veranderd. Ja, dat zijn inderdaad vakantiehuisjes. Wacht even, dit is een tent, inderdaad. Dit ziet eruit als een tent, dit ook. Ik zag daar echt net vakantiehuisjes. Nou, vergeef me als ik het fout heb. Ja, dat is, doe even zo omdat de zon in mijn gezicht schijnt. Dat is een beetje vervelend. Maar misschien is er nog wel plaats om met je caravan en je tentje hier te staan, hoor. Camping het Korfwater heet dit volgens mij. Er komt niks aan. Ja. Nog één keer even klimmen. Hoppa. En dan nog een keertje dalen. En dan oversteken en dan gaan we richting de auto. Dan komt de auto heel langzaam in zicht. Dat is het eindpunt. En dan ben je dus ook het eindpunt wat in zicht komt. Ja. Even kijken. Even oversteken. Ja, we kunnen. Ja, voor mij is Pet hetzelfde een beetje als Westendorf op vakantie gegaan. Pet is heel erg dichtbij. Minder dan een uurtje rijden. Nou, hij zat daar helemaal verderop aan de kant geparkeerd, de auto. Dus. Ja. Hoppakee. Ja, ja. Nou. Nou. Ja, het is nog even een stukje lopen. Zo. Zou je hem zien staan? Onze auto. We moeten daar even bij die verhoging waar die bus nu overheen gaat.
even oversteken en een klein stukje verder lopen. Wij gaan even uitkijken. Er komt niks aan. Daar ook niet. Dus kunnen. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En volgende week Robben Hoed Bosvest. Het is dan zondag verschijnen. Bedankt voor het kijken. Dus bye bye, zwaai zwaai. Sweet dreams. Bovenal. Tjus!